En de rechter. Ding, ding. Oh, wacht even. Het komt er langsheen. Wij zijn hier heel vaak in de buurt bezig, dus wij gaan niet op één zo'n klein dingetje iets laten hangen, zodat we hier geen nieuwe opdracht meer zouden. Eén zo'n klein dingetje? Die kamer ligt. Mijn moeder was ziek, hè, meneer? Die lag met kanker op bed. Heeft u nu ook altijd al rijdende rechter willen zijn? Pak dan nu uw mobiel of tablet en speel mee op live.ncrv.nl. Nou, dat is dus niet waar. Zoek het maar uit en boem, klap, het was het. Ga iemand niet zitten zieken. En ik heb niks met de buurman of de buurvrouw te maken. Het is net of je dan al de verleugenaar neergezet wordt. Ja, moet daar maar mee. De familie Bijleveld heeft 4 jaar geleden een extra verdieping op hun dak laten zitten. En daarna begint de ellende. Er ontstaan lekkages in de kinderkamers. Maar ook de buren, de familie Kreuk niet, zagen de druppels naar beneden vallen in de slaapkamer. Veel experts komen langs en rapporten worden opgemaakt. Maar nog steeds is niet bekend waardoor de lekkage is ontstaan. En beide families die wijzen naar elkaar. En dan zijn er ook nog foto's van dansende bouwvakkers op het dak. Zoals jullie kunnen zien, het lek. Het regent goed, dus er komt weer genoeg water door het plafond heen. Het water loopt tot eind van het gordijn. Hier boven hebben we een dunne rand lekkage en in de tussentijd komt de verf het plafond gewoon afvallen. Het is gewoon eigenlijk heel sneu, maar dat kind hier heeft gewoon een kamer die eigenlijk iedere keer weer schoongemaakt kan worden na een regenbui, omdat de verf en het water over afdruipt. Wij noemen dit een hondenhok in de wijk. Ja, en toen werd alles gewoon op mijn dak gegooid. En een aanhangwagen erop en 8 man erop. Of zo. Die liepen daar een dansje te doen nog voor de foto's. Dit is niet gezond voor ons kind. Ons kind, we hebben de hele dag door het raam openstaan, zodat in ieder geval goed mogelijk doorgelucht wordt. We willen dat die lekkage stopt en hij kan genieten van zijn kamer en wij hem eindelijk af kunnen maken. Nou, dit is dus de schade van de lekkage. Aan deze muur grenst ook de opbouw van de buren. En hun hebben dus ook aan die kant ook lekkage aan de andere kant van de muur. Nou, het komt gewoon helemaal los. En als het heel hard regent, zoals van de week, dan loopt het gewoon over de vloer, door de kamer, door de gang. Gewoon bijna de trap af de woonkamer in. Hier is het gewoon helemaal vies en kapot aan het gaan. Het is echt vreselijk. En als natuurlijk daar ook weer de kachel aangaat, krijg je zo'n lekker broeikaseffectje. En dan wil ik niet weten wat hier kan gaan groeien. En dit krijg je dus als de mensen een opbouw laten plaatsen. Dan gaat je dak van kapot, dan gaat het bobbelen en dan heb je lekkage. Hier waren de mensen dus gewoon aan het lunchen. Ze zaten hier gewoon met stoeltjes en hier lag allemaal hout en daar stonden allemaal spullen. Ja, dat is een dak natuurlijk niet goed voor. Een dak moet je zachtjes mee omgaan. En het echt te dansen. Te dansen. En tussen, ja. Het is een oud dak, dus dat lekt. Dus in een oude auto mag je ook een deuk schoppen, want die is toch oud. Maakt niet uit. De aannemer zegt zelf dat het hele dak al bobbelde, wat ook zich wel te zien is. En dat deze er al zat en dat het niet aan hem te wijten is. Maar het lijkt er in ieder geval op dat dit de oorzaak van de lekkage is. Dus wij vinden het hoog tijd worden dat het dak wordt vernieuwd. Dus ja, wij dus ook weer een aannemer laten komen, laten kijken. Zeggen van, joh, wij willen best voor u een nieuwe dak erop doen hoor, want het dak is inderdaad wat ouder. Maar daarmee gaat uw lekkage gewoon niet weg. Want het ligt aan de dakopbouw. Dus ja, dan denken wij van, dan kunnen we nu wel een nieuw dak doen. Maar als er gelijk je dak weer stuk gaat, heeft het maken van een nieuw dak ook geen nut. Hun verzekering heeft ook weer iemand het dak opgestuurd. En die zegt, ja, er zit een constructiefout in de dakopbouw. Dus op dit moment wordt het een wel eens niet een spelletje tussen de verzekeringen. En zit iedereen eigenlijk maar af te wachten. En
wij hebben zoiets van, ja, als we nog langer wachten, is die muur straks kapot. Dus wij willen gewoon eigenlijk dat er een eind aan komt aan het wel eens niet een spelletje. Dat de buren het dak vernieuwen. Ja, en als je dan via links en rechts probeert iets te gaan doen. En hun zeggen gewoon van, ja dag, het is een dak en het gaat stuk. Je moet gewoon een nieuw dak erop gooien. En wij krijgen via aan onze kant te horen van, dat heeft toch geen nut. Ja, op een gegeven moment, dan houdt het ergens op. Dan denk ik van, ja, wat moeten we er nu mee? Ik stoor me vooral aan dat het zo lang aan het slepen is en blijft. En dat er eigenlijk geen einde in zicht anders lijkt. En hun strategie is vooral het afwachten op de verzekeringen. En wij hebben zoiets van, ja, wachten zijn we beu. En wij hebben er gewoon nou eigenlijk de beuk erin en de beweging in die kar. Tja, we kunnen hun al zeggen dat wij niks hebben gedaan. Terwijl we juist alle stappen hebben gedaan. Mensen laten komen, laten bellen, een brief eruit. En ja, op een gegeven moment dan denk je ook van, het moet van twee kanten komen. Wil je iets gaan oplossen? En dat komt nu gewoon niet van twee kanten. Rijdende rechter, onze eis dat de buren hun dak vernieuwen, zodat de lekkage eindelijk stopt en mijn zoon eindelijk van zijn mooie nieuwe junglekamer kan genieten. Rijdende rechter, onze eis is dat het nu een keertje ophoudt met die stomme lekkage. Klaar ermee. Ja, nou, welkom in de studio beiden. Ja, jullie zijn er beide klaar mee, dat is duidelijk. Het duurt ook al 2 jaar. Die dansende bouwvakkers op het dak. Wat is dat? Want ik heb hier een foto. En wat je goed ziet is dat ze toch een soort van... Ja. YMCA. YMCA-dansje doen, ja. Denk jij. En dit hebben jullie gezien? Ja, ik heb deze foto's gemaakt. Oh, jij hebt ze zelf gemaakt? Ja, want onze vrienden wonen aan de zijkant, zeg maar. Die hebben een driehoog huis. Dat is zonder aanbouw, dat huis is gewoon zo. En die kwamen ons halen van, luister eens, het gaat zo niet goed. Nee. Dus ik ben daar gelijk heen gegaan met mijn camera. En ik ben dus foto's gaan maken. En hun zagen dat. Ze dachten, oh leuk, foto's. Voor in een plakboek. Maar ja. Oh, ze gingen zich nog extra... Juist, ja. En jullie waren weg, hè, toen die opbouw gemaakt werd. Jullie dachten, lekker een beetje weg. Wij dachten, de opbouw wordt geplaatst in de herfstvakantie. Laten we lekker op vakantie gaan. We hebben ook nog een kind van een jaar. Hebben we geen zin om de hele tijd in de bouw te zitten. Snap ik, ja. En hadden jullie van tevoren gevraagd van, nou, wij gaan een opbouw maken en die aannemers, die moeten misschien een beetje, de bouwvakker, die moet misschien af en toe op het dak komen. Ja, is dat goed? Wij hebben in ieder geval van tevoren aangegeven dat er een opbouw geplaatst zou worden. Zowel naar links als naar rechts bij de buren. Mm-hmm. En eigenlijk zijn we er ook een stuk van uitgegaan dat de aannemer best op het dak van de buren zou lopen. Want de opbouw loopt van grens tot grens. Ja, want dat hadden ze niet gevraagd vooraf. Nee, ze hebben niks gevraagd. Dus dit was het moment waarop jullie wisten, ze staan nu op ons dak. Ja. En het gaat fout. Dat zie je gewoon dat ze met het dak omgaan. De spullen, die gooien ze erop. Die platen die hier liggen ook, nou, die moeten hun dus steeds van punt A naar punt B van het dak afgooien. Ja, ze zijn gewoon behoorlijk op jullie dak gaan lopen. Ja. En jullie zeggen vanaf dat moment, want daarvoor hadden jullie nooit lekkages. Nee. Niks aan de hand. Nee. Na die opbouw en na die aannemers die op jullie dak hebben gestaan, zijn die lekkages begonnen. Ja, dat is jullie idee van hoe de lekkages zijn ontstaan. Ja. Wij hebben de deskundige dak op laat gestuurd, en onafhankelijk. En die zei, ja, het schotelen, want zo heette die bobbels. En die bobbels, dat noemen ze schotelen. Ja. Dat is voor mij helemaal nieuw. Ja. Hij zei, dat komt door de ouderdom. De manier waarop toen de tijd die daak gelegd werden, werd de isolatie losgelegd, eroverheen betumen. En op een gegeven moment gaat dat door zonlicht en dergelijke. Maar er moet een rapport staan dat het dak droog is. Ja. Dat is jullie eigen rapport. Dan moet je op meerdere plekken lekkage hebben. En we hebben enkel maar een lek op de plek van de aansluiting van de opbouw. Voor de rest is nergens, waar dan ook een huis, een lek. Ja, kijk, maar dat eigenlijk begrijp ik ook een beetje dat de aannemer, die is ook wel een behoorlijke partij in deze zaak. Ja, die gooit gewoon de hoorden erop, hoor, als je bel. Zegt, ja, niks mee te maken, hoor, klink. Ja, dat is een andere aannemer. Maar dat is natuurlijk voor jullie, dat voelt natuurlijk heel vervelend. Je bent gewoon boos. Je wordt er gewoon boos om. Jij wil naar een oplossing en hij zegt gewoon, het is het dak, klink. Ja, echt opgooien. Echt opgooien. Maar laat me gaan, laat een ander het maar oplossen. Kitty, dat ben ik niet met je eens. Waarschijnlijk heeft de aannemer bepaalde verrichtingen gedaan. Toen is een tijdje lekkage gestopt. Toen de tijd is ook die deskundige van Oranjedak geweest. Dan regent het niet zo hard. Toen heeft het ook een paar keer hard geregend. Want juist in de zomer valt de meeste neerslag hier in Nederland. Kan je zo opzoeken bij KNMI. Je doet je best, maar het is en voor de rest. En voor de rest zou ik vijf en uit me praten. Ik luister ook naar jou. Maakt zelf wel uit. En voor de rest, toen is het een tijdje gestopt. En toen is het inderdaad de deskundige. Maar later is het weer gestart. Mm-hmm. Als dus de wind verkeerd erop staat, dan blaast als het ware het water door de aanbouw. Dan loopt het zo langs de lijnen van de aanbouw het huis in. Dus anders eigenlijk zeggen jullie, die aanbouw klopt gewoon niet goed. Nee. Dus, en wij snappen best, een dak is oud en moet na zoveel jaar moet daar een nieuw dak op. Tuurlijk. Maar als jij een hele oude auto hebt en hij doet het nog,
ga je er ook geen deuk in trappen, want hij is toch al oud. Nee, nee. Dat het is allemaal spullen, daar moet je gewoon goed mee omgaan. Ja, maar vinden ze hem niet wat we afgeschilderd worden. Als we denken, ach, allemaal het oude dak en hun zeuren. Maar dat is niet waar. We hebben een deskundige dak opgestuurd. Wij ook. En we willen eigenlijk gewoon duidelijkheid van hoe zit het en waar komt nou de lekkage vandaan? Is het onze aanbouw, opbouw? Is het hun dak? En die op een moment dat het gaan jullie krijgen, hè? En op het moment dat het onze opbouw is, dan gaan wij stappen nemen richting onze aannemer om het verder opgelost te krijgen. Dat hadden jullie gelijk moeten doen. Ja, dat hebben we direct gedaan. Nou goed, meester Visser die gaat bij deze zaak hoog de lucht in om alles grondig te onderzoeken. En u kunt meedoen met het tweede scherm en zelf uw oordeel vellen over deze kwestie. En de grote vraag in Dordrecht is, zal de aannemer van de familie Bijleveld ook aanwezig zijn? U woont in het huis met opbouw? Ja. Niet Kreukniet. U woont in het laaghuis? Ja. Hallo. Dag meneer Borgers. Dag. En u komt ons helpen? Heel rijk bediend. Om iedereen omhoog te krijgen. Nou, dat wil zeggen? Wij niet. Wij gaan gewoon het dak op met een tuigje. Oh. Dus nou moet ik... Dit is voor de partijen. Ja. Want we moeten niet met al te veel mensen op het dak gaan staan. Nee. We moeten ons wel borgen, dus. Deze. Oh, pas op voor de ramen. Pas op voor de ramen. Dan gaan we hier naar buiten. Ja. Oké. Okay. En dan moet ik nu. Nou, we gaan hier als om de hoek zijn even borgen. Aan de achterkant. En hoe gaat het bij mij dan? Aan de achterkant. Hier staan we nog verder aan de aannemer. Je moet hem aan de rug. De rug? Ja. Maar als het verkeerd gaat, dan kom ik dus uit de bundel. Ja, je komt altijd op je buik te hangen, ja. Maar kijk, u kunt echt niet verder, kijk. Oh, nee. Dus u kunt hem zo meenemen. Oh, ja. Nou, dan... Heel goed. Dan kan ik zelfs op één been staan. Het is helemaal niet gevaarlijk hier. U mag niet verder. Maar misschien... ongeveer tot deze mijn regenplas. Als u anders gaat weer het dak vallen en zo, dan vinden we allemaal heel, heel vervelend. Dus dat gaan we niet doen. Maar wij kunnen er tegen, dus. Nou... Wij blijven ook op het dak, hoor. Bungee jumpen. En wij gaan nu even die kant op. Ja. En dan ga ik gelijk even de andere roepen. Wat mij betreft kunt u omhoog. Prettig kennis te maken, ja. Nee, maar u blijft. We blijven hier wel even staan. Ja, goed. Dan kunt u alles goed zien wat wij gaan doen. Eerst even dit dak. Ja. Want ik vind het er nog goed uitzien. Dit is een dak van 30 jaar. Nou, eigenlijk wel. Er zitten wel krakeleeën in, hè? Dus de toplaag is echt wel op. Ja. Dit dak moet echt wel over niet al te lang vervangen worden. Dat is ook een beetje het twistpunt. Onze aannemer staat beneden. Die zegt, toen ik hier op het dak kwam, toen zaten er al een heleboel bobbels in. Dat is gewoon ouderdom van het dak. Dat is gewoon bullshit. Ja. Want de andere buurman die is pas op het dak geweest daarvoor en toen waren er geen bulten en bobbels. U bent de aannemer. Ja, kom even naar boven. Je kent de weg, Mark. Ja. Mark Vol. Ja. Hallo, Mark Vol. Niet in de goede rand, hè? Wat heb je met het dak gedaan, zeggen ze? Ja, wij niet veel. Het is schotelen van het dak. Ja. Dat komt door de zon, die onderlaag is los. Ja. Nou, dat is voor ons genoeg. Dat is niet voor ons. En daarom zit het niet in de opbouw. Dus gooi het maar op het dak van een ander, dan ben je er klaar mee. Hier zit een hele rare bult, dat is absoluut waar. Maar de aannemer heeft volledig gelijk. Dat kan ook net zo goed ontstaan door dampspanning die van onderen die isolatielaag losdrukt. Maar wat ik hier gezien heb, is dat in ieder geval, als ik even de hoek omga, op een aantal plekken hier en hier vrij eenvoudig water achter de rabatdelen kan komen. Oh. En op zich is dat nog niet zo erg als het dan maar weer hier aan de onderkant over de dakbedekking heen naar buiten stroomt. Ja. En dat blijkt dus niet overal te gebeuren. Oh. En ik heb ook, dat kan ik zo meteen boven laten zien, daar zit ook een heel duidelijke opening in de dakbedekking. Oh. En als je daar water in laat lopen, dan komt het er hier niet uit. Dan moeten wij nog verder omhoog. Ja, ik had een ladder meegenomen. Dan kunt u even vanaf de ladder kijken. Als je van de rand blijft, dan hoef je niet meer aan het tuigje.
bezem in. Ja, zij hadden een bezem. Kijk, dan moet ik ook even op mijn knieën gaan zitten. Hier zit de spuwer, die zat eigenlijk verstopt. Maar hier zit een hele grote opening. En dat heb ik niet opengemaakt. Dit zit helemaal los. Dus als het water maar hoog genoeg komt, dan komt het daarachter. En loopt het in mijn slaapkamer? Nou, het loopt gelukkig niet lineair naar de slaapkamer. Nee, maar je ziet het er aan de onderkant niet weer op de dakbedding uitkomen. Dan ga ik het water een beetje daarheen bewegen. En dan moet ik beneden kijken? Ja, dan moeten we om het hoekje voorzichtig. Om het hoekje. Ja, het komt nu door de regenpijp. Nou, kijk, het komt hier allemaal ernaast. Het gaat niet over het randje. Nee. Nee, dat loopt ook hier over, dat gaat afdelen. Oh, wacht even. Het komt er langs heen. Ja. Dan loopt het in mijn slaapkamer. Dat is wel al jaren. Het is heus niet, kijk, dit is voor ons misschien een half uurtje werk als het daarom het puntje op te lossen. Maar het legt niet daarom. Het legt aan die bobbels, die moeten eerst opgelost worden. Dit kost mij misschien een half uurtje is het opgelost. Waarom doe je dat dan niet? Omdat, zie ik dit nu voor het eerst, okay. Dit stukje. Dat heb ik dus je hebt er zelf nooit naar gekeken? Jawel, die dakdekkers die zijn hier geweest. En die staan hier op het dak, die zeggen gelijk schotelen van het dak, moet eerst opgelost worden. Dus moet overal je eerst schotelen van het dak oplossen voordat jij daar een putje kan maken? Nou, dat vind ik eigenlijk raar. Omdat het schuld op een ander. Maar waar dat moet je niet doen. Dan? Het gaat niet om schuld. Waar blijft het water? Want ik spuit daar water in. Ik heb het keliet zacht dan, het liep over de keliet heen. Het komt er aan de buitenkant niet uit. Dus het komt toch ergens achter de dakbedekking. Dat dak is gewoon snip gemaakt. Ik zeg niet dat het enige probleem is, hè? Maar het is wel absoluut een bron van de... Gooi het maar op het dak van een ander. Maar wij hebben altijd gereageerd op uw brieven, op dingen. En het is allemaal via de buren. Ja, omdat het ook heel vaak via de buurvrouw. Wij zijn hier heel vaak in de buurt bezig. Dus wij gaan niet op één zo'n klein dingetje iets laten hangen. Zodat we hier geen nieuwe opdracht meer zo... Eén zo'n klein dingetje? Deel die kamer ligt. Mijn moeder was ziek, hè, meneer. Die lag met kanker op bed. Op één zo'n lekkage. En dan ligt er zo'n grote plaswoon in haar slaapkamer. Vindt u dat normaal? En dan gaan wij bellen, klak, horen erop. Nee, is niet waar. Dat is wel waar. Je wilde niks mee te maken hebben, je gooit gewoon de horen erop. Nou, we gaan het er straks over hebben en iedereen kan dan komen zeggen wat hij van de zaak vindt. Goed, de spanning die loopt hoog op tijdens het locatiebezoek. En de familie Kreukniet zegt dat het allemaal de schuld is van de aannemer. Maar is dat zo? Voor jullie nu de stelling. Als je een dak hebt dat 40 jaar oud is, ja, dan kun je niet zomaar wijzen... naar de aannemer. Het heeft te maken met onwil. Als een aannemer personeel stuurt die op het dak danst... als er een aanhangwagen op het dak komt te staan... als die weigert... als die weigert die koker te vervangen... en als die dan ook nog de telefoon neerlegt... dan vraag ik me af, waarom? Waarom? Je kunt erop wachten als het oud is... en je gaat erop lopen dat het gaat lekken. Ja. Daar kun je op wachten. Ja. Dat slaat echt nergens op. Want jullie zeuren nu een beetje door over het oude dak. Maar ook een oud dak kan prima functioneren. Remco. En de buurman die hebben een wildwaterbaan dat huis in laten stromen. En het past natuurlijk perfect bij die junglekamer. Maar wie laat zijn kind daar eigenlijk nou in liggen? Nou ja, dat is een goede vraag. Kijk, zij willen dat eerst duidelijk hebben voordat ze wat gaan veranderen daaraan. Maar goede ouders. Maar het duurt wel lang, Elisabeth. Ja, je laat toch als ouders je kind toch niet in zo'n kamer slapen? Ja. Daar krijgt zo'n kind van alles en nog wat van. Straks heeft dat kind COPD. Daar worden ze juist hard van. Nee, maar. Ja. Nou, altijd die, nou, die flauwekul over kinderen. Omdat het dan je kind is, mag hij niet in een lekker kamer slapen. Maar dan moet je er dan zelf in gaan liggen? Of moet het konijn daarin gaan zitten? Iemand moet in die kamer. Maar waarom is er eigenlijk nooit gekeken naar dat derde dak? Want als het inderdaad die ouderdom vertoont van 30 jaar in beide daken... dan moet dat derde dak, want het is toch 3-onder-1 kamer? Ja, het is 3-onder-1 dak. Nou, waarom hebben ze nooit gekeken... plaatsen door dezelfde aannemer. Die hebben dus op dezelfde plek ook een lekkage. Maar het ligt ook aan ons dak. Dezelfde plek hebben ze ook een lekkage. En de kamer daaronder ook een... Ook lekkage op dezelfde plek. Ik denk dat je er nooit achter komt wie dat gedaan heeft. Je komt er nooit achter. Want een deskundige komt er dan niet achter. Vind ik het heel raar dat die oplossing van een half uur... dat die nu pas gevonden wordt als meester Visser daar komt. En dan moet je zeggen, nou, dat is opgelost... En dan gaan we kijken naar het dak. Dit moet je samen doen. Nou goed, tijdens de hoorzitting gaat meester Visser nog even door... op de foto's van de dansende bouwvakkers. En ook deskundige Peter Borgers laat weten wat hij van de zaak vindt. Welkom, we zijn hier in de raadskelder in Dordrecht. En aan de orde is de zaak tussen de familie Van Dalen en de familie Kreukniet.
Ik merkte wel, toen ik op bezoek was bij u, de grote boeman is opeens de aannemer. Ja, want wij zijn gaan opbellen met rechtshulp via mijn moeder. Ja. En die is ook naar hem gaan bellen. En hij gooit gewoon de hoorn op van, dit was al stuk. En die mensen moeten gewoon niet komen zeuren. En ze zoeken het maar uit. En boem, klap, dat was het. Ja, nou. En vervolgens hebben die mannen een beetje een feestje gebouwd bij de buren op het dak. Staan hier te dansen. Inderdaad. Ja, dat wist hij ook niet natuurlijk. Maar had u dat met de buren besproken, dat er gebouwd ging worden? Ja. Ja, we wisten wel dat er een opbouw zou komen. En wist u ook dat ze dan op uw dak zouden gaan staan? Nee, dat is niet gevraagd. Gewoon gedaan. Gewoon gedaan. Nou ja, op zichzelf moeten de buren natuurlijk toestemming geven om vanuit te... Ik wil net zeggen, er is nooit geen toestemming voor geweest. Maar goed, als ze het u hadden gevraagd, had u het moeten geven. Dat had ik misschien wel gedaan, ja. Ja, nee, dat ben je toe verplicht. Ik kijk even. Artikel 56 van het vijfde boek. Wanneer het voor het verrichten van werkzaamheden ten behoeve van een onroerende zaak, een huis, noodzakelijk is van een andere onroerende zaak, het dak ernaast, tijdelijk gebruik te maken, is de eigenaar van het andere dak daartoe verplicht. Na behoorlijke kennisgeving. Niet gedaan. En tegen vergoeding van de schade. Ook niet gedaan. Ook niet gedaan. We moesten het maar gewoon lekker zelf oplossen. De eerste vraag is natuurlijk of u schade heeft aan uw dak. Nou ja, ja, die bult, die zit er nu. Wie bent u, mevrouw? Ik ben getuige. Ik woon in de straat bij familie Kreukniet. En ik kijk vanuit mijn slaapkamerraam op het dak van die huizen. En ik ben er zelf van overtuigd dat het de schuld van de aannemer is. Die heeft dus met een kraan heeft die een aanhangwagen helemaal volgeladen op het dak van het familie Kreukniet gezet. Ja. Daarna kwamen nog allerlei bouwmaterialen. Daar kwamen nog 6 à 7 mensen bij te staan. Ja. Ik heb nu echt heel veel spijt dat ik niet een foto heb gemaakt terwijl die aanhangwagen erop stond. En wie bent u? Ik ben de vader van deze meneer. Ja. Maar die aanhanger die heb in de takels gehangen. Die stond er niet op. Er lag wel isolatiemateriaal en ander materiaal lag op het dak. Maar was u daarbij dan? Nou, hun waren er niet. Dus ik heb ook de deur open gedaan voor die aannemer. En alles op koffie gezet. Heeft u dat dan gezien van die aanhanger? Ja, natuurlijk. Ik heb een heleboel foto's gemaakt. Ik heb een hele cd onder mijn foto's van het bouwwerk van Zandland doen geweest zijn. Ja. Maar goed, meningen verschillen daarover of die aanhanger al dan niet opgestaan heeft. Ingenieur Borgers, welkom. U heeft onderzoek ingesteld. Er kan water doordringen tot achter die rabatdelen. Ja. Ja, en als dat er helemaal in de woning is. Nou, het belangrijke is wel dat ik vanochtend nog weer eens even getest heb. Ja. En ik ben in 3 keer geweest. In eerste instantie toen lekte het absoluut niet. Toen was het helemaal droog. En toen werd me ook verteld dat het wel extreem hard moest regenen en veel wind moest zijn. Nou, dat heeft het afgelopen weekend gedaan. En maandag was het echt goed nat toen ik er was. Dus die wind, dat is een heel belangrijke factor die dus de water achter de rabatdelen blaast en stuwt. Ja, want de voorzijde van de woning is naar het zuiden gericht. Ja. Dus met een zuidwestenwind staat eigenlijk die regen op die rabatdelen. Ja. Ja, en als het erachter kan komen, dus dan hebben we niet eens meer over het dak van de opbouw, maar gewoon dwars erbij. Ja, precies. Want dan gaat het er in wezen op allerlei openingen gaat het er doorheen. Dan komt het bij de houten constructie van de dakopbouw. Ja. En dan gaat het afstromen en dan komt het onderaan de opgezette dakbedenking tegen. Ja, daar zit het wel tegenaan verkleefd, maar dat zit nooit 100% dicht. Nee. Vandaar dat het ook niet, als het regent, zo heel veel naar binnen komt. Maar het kan op een gegeven moment wel behoorlijk gaan stromen. Als het eenmaal een weg heeft gevonden, het water, en dat is dit weekend weer gebeurd, dan begint het te stromen. Ja, ja, de inzet van de zaak was dat u zegt, nou, dat komt van hun dak, want dat is ons verteld. Dus zij moeten het dak maar vernieuwen of repareren. Maar waar ik wel heel nieuwsgierig aan ben, is het schotelen van het dak. Ja. Is dat nou inderdaad de ouderdom of toch de aanhangwagen? Want dat is ook een twistpunt tussen inderdaad de aannemer via ons in dit geval en de buren. Het is pas gaan schotelen toen jullie dat ding erop hebben laten zetten. Daarvoor was er niks. Nou, is het natuurlijk mogelijk, maar ik weet niet of dat zo is. Dat, kijk, een dak, tenminste, als ik een nieuw plat dak laat leggen, dan krijg ik 10 jaar garantie. Met andere woorden, dan is de garantie op. Nou, mijn ervaring is dat als het er 20 jaar op ligt, dan moet ik het... Maar kennelijk kun je zo'n dak 30 jaar lang goed houden, dat het niet lekt. Wonderlijk, ja. Maar ja, ik kan me voorstellen dat als een dak zo oud is, dat het niet veel meer kan hebben. Nee, dat klopt. Het wordt, de elasticiteit is er wel uit. Ja. Dus de broos, het wordt brozer. Het zal eerder scheuren. Maar ook nu zag je nog overal plassen staan. Ja. En eigenlijk is een plas op een dakbedekking een teken dat de dakbedekking dicht zit. Ja. Want dan zou het er wel doorheen lopen. Maar ja, de familie Kreukniet is ervan overtuigd dat... Kijk, alles was in orde totdat ze gaan verbouwen daarnaast.
En dan komen we op het dak en dan, ja, dat is toch niet goed voor ons dak? Ja, want zoals u net al zei, zei de aannemer dat u al zijn spullen aan de zijkant van het dak heeft neergelegd. Nou, daar is ook zo'n bult. Ja. Daar lagen al die spullen. Kijk, als jij als aannemer ziet van, goh, dit dak is al oud, ga er dan helemaal niet op. Blijf er gewoon vanaf. En toch is het gebeurd. Zonder overleg, zonder wat, gooi op dat dak, we gaan er gezellig dansen, koffie drinken en een broodje eten. Joh, het is feest. Goed, ja. het is een oude volkswijsheid dat op een oud dak moet je niet gaan lopen. Nee. Toch? En als hij dat dan ziet, van goh, het is toch al een oud dak, ja, blijf er dan lekker met je handen vanaf. Maar als dan de gaten in het dak hadden gezeten, dan had hij een punt natuurlijk, maar die hebben we niet gezien. Ja, dan zou je ook heel snel na die actie lekkage hebben gehad. En dit is duidelijk een bufferwerking van water wat ze weg heeft moeten zoeken en niet een gat ergens in de dakbedekking die is ontstaan. Nou, dan ga ik heel hard over deze zaak nadenken. En dan zie ik u binnen niet al te lange tijd in de studio in Zaandam. En dan zal ik u zeggen wat ik van de zaak vind. Oké. Ja? Ik zou zeggen, hou het tot die tijd een beetje droog. Dat ligt aan boven. Okay. Ja, lukt het u niet om opbouwende gesprekken te hebben met uw buurman? Of heeft u problemen en met uw buren en komt u er gewoon samen helemaal niet meer uit? Meld uw zaak dan bij ons aan en meester Visser lost het voor u op. En in deze moeilijke zaak kunt u nu zien hoe er thuis is gestemd. En ook meester Visser is het weer gelukt om met een doortastende uitspraak te komen. Hier is die, meester Visser. Uitspraak in de zaak van de familie Van Dalen tegen de familie Kreukniet. Ja, waardoor wordt nu de lekkage veroorzaakt? Dat is de hamvraag. Op grond van de bevindingen van de deskundige, die wel goed heeft gekeken, acht ik voldoende gebleken dat die oorzaak bij de opbouw van Van Dalen ligt. Het is hun opbouw die water doorlaat vanaf het opbouwdak en achter de rabatdelen langs. En dat moet Van Dalen dus verhelpen. Door wie ze dat laat doen, daar staat Kreukniet buiten. Maar ik ga ervan uit dat de aannemer van Van Dalen, die in de buurt een reputatie te verliezen heeft, die klus keurig gaat klaren. Het verweer dat het aan het dak van Kreukniet ligt, wordt verworpen. Weliswaar is dat dak verouderd en is het aan vervanging toe, maar van lekkage daar is niks gebleken. De dansende dakdekkers, dat was natuurlijk geen goed idee, een beetje een bizar verhaal, maar goed, de dansende dakdekkers, die hebben dus kennelijk kans te zien om toch geen schade aan te richten. Dat betekent dat Van Dalen wordt veroordeeld om de lekkage op eigen kosten te laten verhelpen. En als ze dat met de aannemer regelen, is dat verder hun pakkie aan. Het is misschien een slim idee, maar goed, dat hoef je niet op te volgen hoor, maar een slim idee om samen te gaan werken. Als je nou eens aan de aannemer vraagt het euvel aan de opbouw te verhelpen, dat moet hij gewoon doen, maar ook voor een zacht prijsje het dak te vernieuwen. Als er dan nog één druppel water ergens naar binnen komt, dan is het volstrekt duidelijk waar die druppel vandaan komt, namelijk van de aannemer. Alles in één hand houden is bij dit soort klussen vaak toch wel het slimste. Maar goed, dat is maar een idee. Dat hoeft u dus niet op te volgen. Maar het is duidelijk wat mijn uitspraak is in deze zaak. En daar zult u mee moeten doen. Dank u wel. Nou, eindelijk duidelijkheid. Ja. Na 2 jaar. Ja. Ja. Heel fijn. Goed. Fijn, hè? Ja, zeker. Heel fijn dat de duidelijkheid voor jullie is. Ook fijn, toch? Wij gaan naar onze aannemer toe. Jullie gaan lekker aan de slag. Zijn al kunnen, want ik vind het wel jammer. Ik krijg het idee dat jullie het idee wat wij al die jaren niks hebben gedaan. Maar wij zijn keihard achter de schermen ook bezig. Maar nu hebben we eindelijk iets waarmee we aan het werken. Ja. Ja. Nu gaan we met dit rapport naar de aannemer en gaan we verder met de aannemer. Dus jullie gaan gelijk morgen aan de slag? Ja. Ja. Heel goed. Super. Fijn. Nou, ja. Heel fijn. Dit was de Rijdende Rechter. Bedankt voor het kijken. Tot volgende week. Gelukkig. Van Dalen en Bijleveld. Ik denk zo dat we een handschoen. Sorry. Dank je wel. Iedereen is anders. Gelukkig wel.